dan in slow motion uit elkaar te gaan. Wat je net allemaal gedaan hebt, maar dan wat rustiger. Het is altijd spannend, hè, welke mensen er komen. Maar een fantastische groep mensen, heel enthousiast. Werken heel hard iedere week. We gaan allemaal heel enthousiast en vrolijk naar huis. En de groep is heel gemêleerd. De oudste dame is 78. Die heeft al wel wat spelervaring, maar sommigen hebben nog helemaal geen spelervaring. Je kan dit ook op een hele aardige manier doen, maar er toch een ander gevoel bij hebben. Maar dan hoef je niet aan je haren te gaan trekken. Je hoeft geen talenten te hebben gelijk al. Dat talent kun je ontwikkelen, of dat samenspelen kun je ontwikkelen. Mm-hmm. Het is juist het willen samenspelen in een groep en het samen maken. En dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Ja. Nou, ik denk dat Huis voor de Wijk staat voor de verbinding met elkaar. En theater is een verbindend middel. En we brengen allemaal allerlei ideeën mee, waardoor het gelijk al dat we gelijk zoiets hebben van hé, maar daar die kant kunnen we opgaan of die kant op. Terwijl je dat van tevoren uit een voorstelling of uit een stuk wat je uit de kast pakt, nooit kan bedenken. Hmm. Als je het hebt over de rol van Theater de Garage, dan zijn wij producent, laat ik het zo maar zeggen. Wij moeten ervoor zorgen dat het allemaal kan gebeuren. En dat gaat dan van het aanvragen van gelden hiervoor, dat gaat over de repetitieruimte, het gaat over waar gaan we de voorstelling presenteren, het gaat erom hoe kom je aan mensen om deel te gaan nemen, de PR als de voorstelling klaar is. Nou, het theater trekt mij wel heel erg aan. Maar het sociale contact met de mensen uit de wijk vind ik wel heel erg leuk. Het is een hele leuke groep. Van het begin af aan eigenlijk al. Heel spontaan, heel gezellig. Veel lachen, veel plezier samen. En ik hoop dat het ook in Venlo West een nieuw project wordt. Want dat lijkt me echt heel leuk voor de wijk. Eigenlijk hebben we dit nog nooit gedaan. Dus voor ons is het ook een experiment, laat ik het zomaar eens noemen, om te kijken van werkt dit eigenlijk wel? Is er belangstelling voor zoiets? En als we dat dan een volgende keer weer willen gaan doen, hoe kunnen we dat dan het beste aanpakken? Dan zou deze pilot kunnen dienen om naar de volgende wijk te gaan. Wijken te gaan, ja. Waar misschien andere initiatiefnemers het op kunnen pakken en zeggen van maar dat willen wij ook gaan doen. Het is logisch dat je gelijk al laat zien dat je niet lekker voelt zomaar, maar dat kun je ook in de handeling laten zien. En hoef je niet te gaan schreeuwen, dan zit die schreeuw eigenlijk hierin. Saai. We hebben gedacht zo dat we ongeveer een klein jaar nodig hebben. Ja. Dus volgend jaar rond deze tijd een voorstelling. Ja. Ja. In de wijk, voor de wijk, door de wijk. En misschien dat we ook wel letterlijk en figuurlijk door de wijk gaan spelen, we weten het niet. Moeten we allemaal ontwikkelen. Van plek naar plek naar plek zou kunnen. Hè? Maar we moeten niet altijd veel verklappen. Oh nee, dat moeten we niet doen. Knip dit er maar uit.